Dames en heren, van harte welkom in het Zuid-Afrika-huis in Amsterdam. Ik hoop dat u met in grote getale voor de buis zit, om het zo te zeggen, om de livestream te volgen. Want zoals u weet, door COVID-19 zijn we niet in staat om veel mensen hier in huis, in het prachtige huis aan de Keizersgracht 141C, te kunnen ontvangen. Een speciaal welkom voor Gerrit Schutte, emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. En ik heb meneer Schutte nog niet zo heel lang geleden voor het eerst echt ontmoet. Dat is eigenlijk niet zo heel lang geleden, maar ik kende hem al heel lang vanwege zijn bijzondere historische onderzoek en zijn vele publicaties over Zuid-Afrika onder andere, maar ook over vele andere onderwerpen. We zijn zeer vereerd om vandaag zijn nieuwe boek in een hele lange rij dus van publicaties te mogen presenteren. En ik mag de titel alvast wel verklappen. Het heet Koloniaal Kaapstad in 1751 en 1752. Brieven van de tantes ten Damme aan hun nichtjes Zwellengrebel. Daar zal professor Schutte zometeen uitgebreid over vertellen. Ik wil u nog iets anders vertellen. Gerrit Schutte is al zoveel jaren verbonden aan het Zuid-Afrika-huis. Ik weet nog niet eens hoeveel, maar volgens mij heeft diverse functies gehad. Voorzitter geweest, allerlei andere dingen hier in het huis gedaan. Volgens mij decennia lang. En de laatste tijd is meneer Schutte een vrijwilliger in het huis, die ons met raad en daad bijstaat en vele mooie korte en lange stukken schrijft voor ons blad Spectrum. En daarvoor wil ik nu alvast meneer Schutte ontzettend hartelijk bedanken voor uw blijvende inzet voor Zuid-Afrika-huis en zijn activiteiten. Ik geef u nu zelf het woord. Ik ben heel benieuwd naar wat u gaat vertellen, maar het zal zeker zeer interessant zijn. Dank voor uw aandacht. Dank u voor uw aardige woorden. Ik zal mijn best doen om u bezig te houden waarom ik dat boek heb geschreven. Het is natuurlijk wel een beetje riskant allemaal deze dagen. Een boek over koloniaal en dan nog wel in het Zuid-Afrika-huis. Dit is vast een van die slavenhuizen die in dat nieuwe boek over Amsterdam is verschenen. Ik geef toe, dit huis is gebouwd door een bierbrouwer. Dat is ook wat bedenkelijk, maar toch. Maar de eerste inwoners, dat waren gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië. Dat waren slavenhandelaren. Dat kan niet anders. En de tweede daarvan, kijk, de eerste daarvan, Reaal, dat was een Amsterdamse regent later ook. En dat was zelfs een dichter, die moet wel heel goed geweest zijn. Maar de tweede, die is veel beroemder, dat is Spex. En Spex, die was niet alleen gouverneur-generaal, poosje, en maar lange ambtenaar. En die heeft in Japan gezeten, wat natuurlijk heel bijzonder is. Hij had daar ook heel veel Japanse kunst gekocht, geroofd, neem ik aan. En dat lag hier in de kelder, of hier in deze kamers. We hebben het huis onlangs gerepareerd, een paar jaar geleden. Er is niks van teruggevonden, dat helpt wel. Spex was natuurlijk in verder niet alleen een slavenbeheerder. Hij was ook een MeToo-geval. Hij had een huishoudster in Japan. Kreeg daar ook een kind van. En toen hij uit Japan wegging, liet hij die huishoudster daar achter. Hij nam wel hun gezamenlijk dochtertje meenam. En met dat dochtje, dat wil ik allemaal niet vertellen in dit gezelschap, daar is het heel vreselijk mee gegaan. Dat is nog steeds een zwarte plek in de geschiedenis. Ik heb daar mijn kind ook weinig aan doen, eerlijk gezegd. Goed. Waarom heb ik een boekje geschreven over de brieven van de tantes ten Damme aan hun nichtjes? Zwellengrebel. 50 jaar geleden is de toenmalige eigenaar van het Zwellengrebel-archief bij mijn hoogleraar gekomen in Utrecht, Colaas, en die zei, ik heb allerlei archiefstukken, daar moet iets aan gebeuren.
Nou, Colas was oud en die had meer dingen, maar die zei, oké, ik heb nog een jonge student. En is net afgestudeerd, hij heeft in Zuid-Afrika gezeten, weet waar dat land ligt en zo. Dus die kan het wel doen. En dat betekent dat ik voor mijn leven gestempeld ben. Ik heb in mijn proefschrift in 1974 een hoofdstuk aan de zwellengrebels gewijd. Ik heb 3 boeken over zwellengrebel, de zoon van de gouverneur. En nu is er ook nog eentje over de tantes, de schoonzusters van de gouverneur. En dus de tantes van de dochtertjes van de gouverneur. U weet, de gouverneur Zwellengrebel is in 1751 afgetreden, nadat hij gerecht had dat zijn zwager, getrouwd met een zus van zijn vrouw, maar gouverneur werd. Dat is een beetje betrouwbaar, had hij het idee, dat is goed voor het land. En zelf is hij naar Nederland gegaan, waar zijn zoons al studeerden en waar hij nu ook zijn dochters meeneemt. Als u heel geïnteresseerd bent, die dochters hebben die reis beschreven in een boek en dat is een paar jaar geleden verschenen. Dat is heel interessant. Wat doen meisjes? Meisjes van de jaar of 16, 17. Wat doen die op een schip gedurende 4 maanden van Kaapstad naar Nederland? Nou, dat kunt u dat boek zien. Het voornamelijke is spelletjes doen met de mensen van de bevalling en lekker eten, want ze hadden een kok en die kon er iets van. Zo moet je de tijd bezighouden. Die nichtjes gingen dus, die meisjes, die gingen dus uit Kaapstad, waar ze geboren waren, waar hun familie woonde, tantes, 2 ongetrouwd, dat komt zo. Oma was er daar ook nog. En nu gaan ze dus emigreren naar Nederland. Wat moet dat worden? Je begrijpt dat die tantes, die meisjes goed kenden, want hun moeder was al jaren dood, dus dit waren substituutmoeders eigenlijk van die meisjes. En die tantes die vroegen dus al brieven aan hen van, hoe gaat het met jullie? Hoe bevalt het daar in Nederland? Hoe is het? Hoe gaat het? Jullie moeten daar werken in de keuken, hè, tegenwoordig. Ja, je hebt wel dienstboden. Een van de tantes zei, je hebt veel te veel dienstboders. Dat is niet goed. Bovendien, je moet de kasten van de klerenkasten goed dicht doen, want anders worden ze leeggestolen. Dat gebeurde inderdaad. Nederlandse dienstbodes zijn ook niet altijd betrouwbaar, kennelijk in de 18e eeuw. Goed. Wat dus gebeurde, die 2 tantes, waarvan ik je wel een moet voorstellen, die waren 60 en 57, geloof ik. De oudste van die 2, die was ongehuwd. Die zorgde altijd met haar moeder voor de beide boerderijen die zij hadden. En de oudste dochter, ja, die is wel een bijzondere. Constantia Helene ten Damme. Die was getrouwd. Ooit kwam er een meneer uit Nederland langs. Die werd een beetje ziek aan de Kaap. En is toen terug verder gegaan met Constantia. Ging naar Batavia. En daar ging het heel goed met die man. Die werd notaris. En in dat land kon je daar heel rijk van worden. En hij werd zelfs ook lid van de Raad van Indië. Dus hij werd heel chic. Dus zijn Constantia was natuurlijk wel een dame. Een belangrijke dame, tot haar man doodging. En ze dacht, ja, wat moet ik daar met eentje? Ik heb geen kinderen. Ach, ik ga naar mijn moeder toe. En mijn tante, die zitten nog in Kaapstad en daar ga ik daar naartoe. Dat is wel een probleem, daar moet je natuurlijk je geld meenemen. Oké, ze gaat dus haar geld naar de bank. Dat is de compagnie gewoon in die tijd. Krijgt geld mee en komt in Kaapstad. En ze loopt naar de compagnies, kassier, en zegt, ik heb een wisselbrief, wilt u die even incasseren?
Die man bekeek het. Die zegt, dat kan niet. Zoveel geld hebben we niet. Dat is onmogelijk. U kunt een stukje ervan krijgen. En ieder kwartaal kunt u nog een beetje krijgen. Nee. Zoveel geld heeft de compagnie niet hier. Nou ja, oké. Het was dus niet een eenvoudige dame. Dat is duidelijk. Goed. Ze schrijven dus allerlei brieven naar de nichtjes. En ze krijgen ook brieven terug. Die ken ik helaas niet, alleen maar door wat die tantes er weer over vertellen. Waarom is dat nou leuk? Het is niet belangrijk, in die zin wereldschokkend. Het is wel heel interessant. Want ze vertellen gewoon wat ze iedere dag doen. Ze beginnen ook, we hebben de woonkamer veranderd. De bedden staan nu andersom dan vroeger. Het zit veel beter. En ze stuurt een briefje naar een, de oudste dochter, en ze zeggen, kun je ook vertellen wat ze tegenwoordig op hun nieuw bed, zo'n bed met een hemelbed en al die dingen eraan, hoe doe je dat tegenwoordig in Europa? Is dat, welke kleren heb je daarvoor nodig? Welke stoffen en dat soort dingen? Ik wil ook nieuw gordijnenstof. Kun jij kiezen wat er goed is? Want ik kan dat hier natuurlijk niet bepalen. Ik kan het wel kopen misschien, maar ik kan niet weten wat, want, van de bed bij. Wij komen immers ook naar Nederland. We moeten eerst kijken of het jullie goed bevalt daar. En dan komen tante en oma, gaan we ook. Dat hebben ze ook gedaan. Oma was ondertussen, toen dat beloofd werd, 85. Je denkt dan, nou, moet je dat nog doen? Ja, oma zei, ik doe dat wel. Maar ik moet nog even wachten. Dan moeten we deze cursus van het jaar volgen. Want alle landerijen zijn nu begroeid op de een of andere manier. Ik wil de oogst passeren. Want dan kan ik geld ervan maken en dan kan ik ook laten zien dat het goede boerderijen zijn. U ziet, dat was niet een tante die ook voor het eerst aan het werk was daar. Maar daar gaat het niet alleen over. Ze vertellen ook over de tante, schrijven dan, ja, we hebben met naar de vrouw van de gouverneur, dus jullie tante, daar gaat het niet goed mee. Die ligt maar in bed, alle gordijnen dicht, en ze doet niks meer. En alleen een paar oude vriendinnen mogen haar komen om haar, nou ja, voor te lezen, of ik weet niet wat ze deden. Dus dat soort dingen. Maar er gebeurt natuurlijk ook, ja, over het personeel. Nu komen we toch langzaam in de koloniale wereld uit, hè? Tantes, ooms, tantes. Het personeel, dat waren slaven en slavinnen. Hoe deden ze het? Hoe gedroegen ze zich? Wat kregen ze? Een van de eerste leuke brieven van de tantes is, jullie missen het dat jullie dit jaar het voorjaar missen hier, hoor. Want de aardbeien zijn zo lekker. Ongelooflijk goed. En de bessen. Prachtig. En de persen, nou, loop je de mond uit zodra je ze ziet, bij wijze van spreken. Ja, wat moeten wij zeggen, tante Constantia, wij zijn maar oude vrouwen, wij kunnen het allemaal niet op. Jullie kwamen het altijd aardbeien opeten, nu moeten we het sturen naar die zwarte meisjes, zwarte kindertjes. Hé. Zie, dat is dus interessant, wat zo'n mevrouw tussendoor even laat vertellen. Ze hadden dus te veel vruchten, die moet je kwijt, die geven dan aan de kinderen van de slavinnen. Of vrij zwarte vrouwen en mannen die daar gewerkt hadden. Een ander geval, ook over dit soort mensen. Het is vreselijk, schrijft de tante naar de nichtjes. Wij gingen op de zondagmorgen naar de kerk. En er was bijna niemand. Er waren daar maar 9 vrouwen. Dan konden ze wel verklaren een beetje waarom. Het was een soort corona-periode. Het was geen corona, maar het was wel een griepaanval. Die had je zo nu en dan daarin. In de winter. En iedereen is ziek. Iedereen is ziek. Ze krijgen hoofdpijn. En ze hebben
pijn in de borst en sommigen gaan er aan dood, de oudjes. Dus vandaar, het heette geen corona, het was het ook niet, maar het lijkt er verdacht veel op. En vandaar dat er in de kerk, ze hoeven er niet eens te zeggen, je mag er niet meer dan 30, nee, er waren gewoon maar 9 vrouwen, inclusief wij 2. En dan komen ze vertellen wie dat zijn, want die nichtjes weten, die dames, die kennen ze allemaal wel. He, dus Jantje, Pietersen van de buren allemaal. En dan hebben we daar, ja, nog een mevrouw waarvan ik de naam niet weet, en nog een zwarte vrouw. Punt uit. Hé, hey, dat kan helemaal niet. Alle mensen over de koloniale tijd vertellen, nee, dat was natuurlijk een soort apartheidskerk, een apartheidswereld, dat ging niet. Nee, er zitten gewoon een zwarte vrouw met anderen. En dat zijn er dan maar 1, want gemaal wel meer. Ik heb nagetrokken hoe dat ging. Nou, de zondag daarna, of 2 weken daarna later, was een doopdienst. 2 kinderen, geloof ik. Van wat wij kleurlingen zouden noemen. Mensen die slaaf waren geweest, of vrijgelaten zijn, of nog kinderen van vrijgelaten slaven. Vrij zwarten heette dat in Kaapstad. En die laten hun kind dopen. En die vertellen ook wie de getuigen zijn. Dat is Jantje van Bengalen en Abraham van Kaap en dat soort mensen allemaal. Dus dat zit gewoon met elkaar om. Ze kennen elkaar zo. Slavernij heeft ook, zoals altijd, een slecht verhaal, ook op een andere manier. Hoe gingen ze met de mel om? Nou, er zit nog een ander verhaal. De dames hoorden al van hun koetsier, toen ze ergens naartoe wilden rijden, er is iets vreselijks gebeurd bij meneer Van Reede. En wat dan? Ja, een slaaf die amok maakte. En dan kun je het verhaal later, ik heb de stukken ook uit archieven gehaald. Het was op een avond, meneer en mevrouw waren voor het huis met bezoek, gezellig te praten. En in de keuken was een aantal slaven en slavinnen bezig. En een van die slaven komt naar een van de slavinnen die daar aan het werk waren, een beetje melk koken. Voor de koffie, denk ik, of zoiets. Ik weet niet hoe dat ging allemaal, maar daar, zoiets was het. Ze moest melk koken. En dan die slaaf zegt, ik wil geld lenen. Ik heb geen slaven. Ik heb geen geld. Je moet. Nee, ik heb geen geld. Nou, dan haal je het maar halen. Nee, ik wil niet. Je krijgt niet. Het gebeurt niet. Ik heb niet. Kan niet. Krijgt ze een mes in de lijf. Een ander zei, hij kan niet. En hij gaat verder. Niet alleen die vrouw. Maar ook nog een slaaf, en een andere slaaf ook. En een derde die loopt weg en die wordt die achterna en die steekt hem dood tot hij echt zover dat hij neervalt. En zelf gaat hij dan door de muur, verdwijnt hij. Dit is een vreselijk verhaal. En iedereen denkt, hoei, hij leeft dus. Hij loopt ergens rond. Het leven is gevaarlijk. Nou, gelukkig een aantal kleine week daarna hebben ze gevonden. En ik heb de akte gevonden hoe het dan met hem afloopt. Hij zit in de gevangenis. Hij moet, de dokter moet er komen, chirurgijn. Want hij heeft een schot hagel in zijn kont gekregen. Je kunt 3 keer raden hoe dat daar gekomen is. Maar hij heeft kennelijk weglopen en ze hebben aangeschoten. En nou ja, er wordt een beetje gerommeld. Het valt al wel mee. Dus 1 wat dieper, dat is wat vervelend. Nee, het was wel zo erg dat hij na een week dood is. Nee, dat is ook een koloniale samenleving. Dat is een typische voorbeeld hoe dat gaat. En zo heb je daar dus dit soort verhalen in. En daarom vind ik dit boek zo interessant. En daarmee ook, hoop ik, dat de wereld toen koloniaal, ja, dus verschil van standen en rangen, men ging ook normaal met elkaar om. Er zijn natuurlijk grenzen,
die niet mag. Gouverneur Zwellegrebel nam een slaaf en een slavin mee naar Nederland toen die ging. Want aan boord moet je toch geholpen worden. Die meisjes moeten wel zelf hun bed recht trekken. Maar ik geloof niet dat ze de was moesten doen. Daar hadden ze de slavin voor. Nou, er wordt verder niet over gesproken, niet gezeurd. Totdat dus bericht kwam van een brief uit Nederland, van een volgend schip. Ze zijn terechtgekomen. En de tantes staan dus echt bij de haven te kijken van, hebben jullie ook een brieven voor mij posten? En wie komt daar binnen? Hé, die slavin die meeging. Oh, ben jij alweer terug? Waarom is dat? Of ze nou gestuurd was of gegaan is, dat weet ik niet, maar ze was zwanger. En ze was bevallen op de terugreis, 10 dagen voordat ze daar terecht kwam. Dan heb je wel slecht gedragen, zeggen de tantes tegen de slavin. Dit kun je niet doen, Susanna. Dan mag je zo'n prachtige reis en dan verziek je het zo. Nou, voorlopig hoef je niet bij ons komen. Dat soort verhalen. Ik kan dus nakijken. Susanna heeft haar zoontje keurig laten dopen. En ik weet welke getuigen dat er zijn. En ik denk zelfs dat ik weet welke vader dat het is, maar dat wordt er niet bij verteld. Het was niet alleen Susanna die terugkwam, César ook. César was de lijfslaaf van meneer. Wat hij daarvoor gedaan had, weet ik niet, maar in ieder geval die was ook terug gelijk. César, waarom ben je alweer terug? Dorothea heeft mij nodig. Hij had een vrouw met kinderen. En ja, het is leuk om natuurlijk 8 maanden, 9, 10 maanden weg te gaan, maar dan moet je wel terug. De sociale, koloniale verhouding en hoe daar ze mee op reageren. Dorothea kwam wel eens op bezoek. Die kreeg ook wel iets lekkers van de dames. Kijk, dit is het soort boekjes waar ik van hou. Gewone mensen. Iets minder gewone en zeer bijzondere. Of gewone mensen. Wat deden die? Hoe dachten die? Tantes zeggen dan tegen de nichtjes die dan in Utrecht zijn terechtgekomen. Ik hoor dat je in de brieven, ik lees in je brieven dat jullie het zo druk hebben. Het is boontjesharen en brokken en zuurkool maken. Ja, dat moet nu eenmaal in de tijd van het jaar. Dat kan niet anders, dat moet je gewoon doen. Die mensen waren stinkend rijk. Die hadden een huis op het Predikerkhof in Utrecht. Daar later een heel weeshuis in gestaan. Zo groot en sterk en machtig. Ze waren stinkend rijk, maar ze zullen wel werken. Ze hadden wel dienstboden natuurlijk, maar je moet ook zelf werken. Kijk, dat zijn dingen waar ik van hou. Dat hoor je nooit, de werkelijkheid anders. Waar is geschiedenis eigenlijk voor? Om te zeggen dat vroeger allemaal verkeerd was. Was die hele koloniale verhouding nu, we moeten ons nu schamen? Moet ik excuses aanbieden voor wat 200-300 jaar geleden gebeurd is? Ik ben niet van plan. Ik denk ook dat dat niet kan. Elke dag heeft zijn eigen kwaad. Elke tijd heeft zijn eigen kwaad. Elke tijd moet zijn eigen problemen oplossen. Kortom, zo'n boekje vind ik leuk werk om te doen. Ik denk ook dat het nuttig is, maar dat moeten de lezers maar bepalen. Ik geef nu gewoon eentje weg voor het archief, voor jou, voor het feit dat ik hier mag zijn en dat ik waaratjes nog wel ben, ook ben. Dank u. Thank you.
Oké. Okay. Het was een genoegen. Ik hoop dat je het boek allemaal zult lezen en veel mopperen erover hebben. Dat is prettig.